Op zaterdag 4 juli werd in Geverik de Limburgse kampioenschappen handboogschieten gehouden. Ondanks de hitte waren er volop handboogschieters naar Geverik gekomen om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit zijn de Limburgse kampioenschappen. Dat is eens per jaar. Altijd in de periode eind juni, begin juli. En dit werd gedaan, ja, een jaar of 60 denk ik. Werd het immer hier in Geverik gehouden of ook op andere plekken? Nee, de winnaar organiseert. En we hebben dus vorig jaar gewonnen, maar voor dit jaar organiseren. Maar dit jaar het Zittert gewonnen, Alpenjagers. Dus volgend jaar is het in Zittert. Zijn vooral mannen hier? Zijn er ook vrouwen die scheten? Of ken je? Er zijn inderdaad vrouwen die scheten, maar die zijn in de minderheid. Maar eigenlijk is er qua scheten op deze afstand 25 meter geen verschil tussen man en vrouw. Dus het is niet wie bij hardlopen of zo, bij handbok scheten moet dat heel goed samengaan. In de teams scheten ze ook gewoon door elkaar. Het is absoluut geen mannensport, alhoewel in werkelijkheid 90% van de lui man is. En is het moeilijk om te handboogschieten, want het ziet er vrij ingewikkeld en zwaar uit. Nou, het is nogal een technische sport en daar moest ik heel goed kunnen concentreren. Maar ja, wat is moeilijk? Ik bedoel, het is eigenlijk niet moeilijker dan andere sporten. Als je een topper wilt zweren, is het een ander verhaal natuurlijk. Wie jij dit vandaag? Ja, goed. Ja, ik denk dat ik gasten staan, dus ja. Dus jij het lekker in ieder geval. Wie zit hier in de sport terecht geraakt? Ik ben eigenlijk in de sport terecht gekomen. Vroeger heb ik een ongeluk gehad. En ja, daar heb ik een handicap gekregen. En daar koos ik niet voetballen, daar koos ik dit niet, dat niet. En dan wordt boogschieten eigenlijk de enige optie dan. Hè. Maar het beveelt wel goed. Dus, Dat is gewoon super. Dat is, als een beetje, vroeger heb ik heel veel niveau gehad. En ja, op een gegeven moment raak ze de handicap. Dat is eigenlijk in principe, het wordt steeds aardiger. En hoe scheet ik dan op een kruksje? En ja, dat is gewoon het ideale. Wat is voor jou het leuke aan de sport? Ja, wat is het leuke? Je kunt meedoen met de andere, eigenlijk valide sporters. En dat is voor mij het leuke eraan. Eigenlijk in principe heb ik een licentie. En met die licentie kan ik ook met die gehandicapten meedoen. Maar ik scheet het meeste met de valide met. Dus dat is gewoon het leukste ervan. Hè. Je gaat meer vertellen over de verschillende bogen waarmee geschoten werd. Jazeker. De meeste lui scheten met een zogenaamde recurve boog. Dat is de traditionele handboog, zoals de meeste lui die kennen. Maar dan voorzien met moderne technieken. Zo zijn de latten, die zijn meestal van carbon foam gemaakt, dus moderne materialen. En de kracht die eruit komt is ongeveer tussen de 30 en de 45 pond. Dat klinkt op zich niet zo heel erg vuil. Maar dan moet je natuurlijk wel 50 keer achter elkaar uittrekken met drie vingers. Dus dan op een gegeven moment begint dat toch wel aan te tikken. Er zit een vizier op. Nou, dat gebruiken we om te richten. Dat liet me duidelijk. En er zit er dekker en een stabilisator op. En dat is eigenlijk om de piel of de boog zo stabiel mogelijk te houden als ze uitgetrokken is. Dan zijn er nog een aantal andere bogen, dat noemen ze de zogenaamde compound bogen. Die hebben bovenaan een aantal katrollen, zeg maar. Die zijn concentrisch. En daardoor op het moment dat ze best uitgetrokken, dan is de kracht op de arm is minimaal. Dus daardoor kan ze dan heel stabiel staan. En op het moment dat ze dan de pees los, dan krijgt de piel eigenlijk de dubbele snelheid van normaal door die katrollen. En daardoor kan ze veel nauwkeuriger en preciezer richten eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk hulpmiddelen. Ja, dat zijn de moderne boogschieters. Dat zijn voor ons in de twee verschillende klasses. Tussen alle mannen ontdekten we ook een vrouwelijke deelnemster. Ja, er zijn niet zoveel dames meer in de scheetsport. Tenminste in onze klasse zo. Ja. Hoe kent dat? Wie ligt dat? Nou, dat waren allemaal gedober, hè? En dan moet je het nu aanwassen komen natuurlijk. Dus, maar ik vind het niet erg. Dus allemaal mannen, het is toch gezellig. Hè? Het is het niet zwaarder omdat het toch wel vrij veel kracht voor nodig is? En mannen meestal toch meer kracht hebben? Ja, natuurlijk. Dat is wel zo. Ze hebben toch wel een beetje de bovenhand. Maar je moet wel erbij zeggen dat ik naar de eerste 24 shirt toch wel tweede stong. Dus nu wordt het gaat minder door de warmte, maar ik ben tevreden. Ja. Wat is vruchterij dat je aan deze sport duidt? Nou, mijn man beoefent dat al 43 jaar. Nou ja,
En aangezien ik dikker wel eens met de kinderen lezen, zo, dacht ik, nou ja, ik kan net zo goed ook aan beginnen. Hè. En toen lukte me dat dan nog heel erg goed, dus ik vind het hartstikke leuk. Ja. Wat is het moeilijke eraan? Het is kracht of de concentratie? Nee, ja, de concentratie. En je moest gewoon rustig proberen, blijven. Ook als het slecht is, dan moest je gewoon denken, nou ja, dat is weg. En vergaan gewoon weer. Hè. Ja. Er werden die dag nog volop pijlen geschoten.